Zijn jong, die draaien al even mee in Europa. En de Koreanen hebben daar ook hun leergeld voor betaald. Maar dat heeft geloond, want Zijn jong is momenteel echt wel een gevestigde waarde binnen de middenklasse. En dat laat zich heel duidelijk zien aan bijvoorbeeld de Tivoli. Maar dat succesverhaal, ja, dat ga ik niet vertellen. Daarvoor hebben we iemand uitgenodigd vandaag. En dat is niemand minder dan de woordvoerder van Zijn jong. Dat is Bart Hendricks. Dag Bart. Steven, goedemorgen. Welkom bij Zijn jong. Ja, dank u. Zijn jong, ik heb het al gezegd, het is een succesverhaal. De Tivoli heeft daar voor een groot stuk aan toe bijgedragen. En ja, wij hebben dat geschreven. Ja, jullie hebben dat uiteraard ook gezegd. Uiteraard. Maar daar is ook al een prijs aan verbonden. Want dit is een laureaat van een zeer prestigieuze verkiezing, toch? Absoluut. Vanaf zijn lancering in 2016 hebben wij direct de gezinswagen van het jaar gewonnen. Dus dat was voor ons heel belangrijk. En het was nog straffer eigenlijk, want die prijs wordt uitgereikt door 27 journalisten en 70 gezinnen. Dus toch wel zeer representatief. Maar de lange versie hiervan, de XLV, die heeft dat het jaar daarop gewonnen. Dus dat was eigenlijk voor ons direct een blitstart voor ons merk en voor de Tivoli uiteraard. 2016, in automobieltermen, is dat de eeuwigheid. Dit is toch niet meer de wagen van 2016. Nee, inderdaad. Het is ondertussen een facelift. Hè. Niet alleen zijn exterieur, maar ook zijn interieur. En vooral op het gebied van veiligheidssystemen. Zoals je gaat zien, die wagen zit chockvol met veiligheidssystemen. Alles wat op de markt te krijgen is, dat hebben we inderdaad voorhanden op deze wagen. Als je dan ziet, de prijs 13.990 en 5 jaar garantie. Dus een offer you can't refuse. Ja, het is gegeven. Maar zullen we misschien even nu naar het interieur kijken? Ja Bart, ik zie inderdaad dat het interieur grondig is herwerkt. Wat zijn de grootste blikvangers? Ja, eigenlijk is het vooral het dashboard dat gewijzigd is. Zoals je kan zien, mooi afgewerkt met dat piano zwart. En ook wel een echt premium gevoel als je achter het stuur zit. Het grote voordeel is ook dat zelfs het interieur ook in onze speciale serie staat nu. Die noemt Ruby, gebaseerd op de 1200 driecilinder turbo, 128 pk. Dus dat gaat echt wel vlotjes vooruit. En de belangrijkste uitrustingen van die speciale reeks, dat zijn vooral het leder interieur. Keyless entry en start. En dan heb je ook nog eens de automatische airco met twee zones. Ook wel niet onbelangrijk. En dan parkeersensoren vooraan en achteraan. En als je dan weer naar die prijs gaat kijken, Steven, dan komen we op een prijs van 19.990. En het wordt nog straffer als je nog een wagen binnenbrengt die ouder is dan 10 jaar. Dan gaat uw wagen nu exact €18.240 kosten. Ik denk dat dat toch wel een topaanbieding is momenteel in zijn segment. Oké, dankjewel Bart voor je uitleg. Graag gedaan. Bij deze hartelijk Bart heel graag gedankt voor zijn deskundige uitleg. U uiteraard hartelijk bedankt voor het kijken. Wil u nu meer informatie over Zijn jong? Dan kan u terecht op onze showroom website. Dat is showroom.autogids.be of showroom.autowereld.be. Tot de volgende.